Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Nederland ligt onder een dikke laag bewolking en in onze omgeving zien we eigenlijk vooral alleen maar bewolking. Een paar opklaringen op de Noordzee, daar hebben we wat zonneschijn, maar verder is het dus naast een bewolkte boel en uit die bewolking valt van tijd tot tijd ook neerslag. Voor vanavond en vannacht verandert er niet heel veel, maar neerslag is niet meer aan de orde in ons land. Temperatuur in de avond dalend naar 2 tot 4 graden, in de nacht gaat daar nog iets af. We blijven op de meeste plaatsen net iets boven het vriespunt. Misschien een paar opklaringen in het westen, maar verder blijft het een tamelijk bewolkte boel. Morgen dan een klein beetje zon in het westen en zuiden van het land. Verder overwegend veel bewolking, maar geen neerslag. Een zwakke tot matige oostelijke wind en temperaturen tussen 4 en 6 graden. En die temperatuur gaat de dagen daarna flink omhoog. Want voor de woensdag kan het in het Zeeuwse al 10 graden worden. In Groningen nog een graad of 5. Maar donderdag en vrijdag hebben we in het hele land temperatuur in de dubbele cijfers. Het gaat samen met wat wisselvallig weer. Betekent soms een klein beetje zon, vaker bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Nou, die temperatuur die blijft voorlopig uh, hoog. Uh, temperaturen onder het vriespunt zitten er eigenlijk niet of nauwelijks in de komende dagen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl